Welkom bij Vogelen met Limosa. Welkom terug in Portugal, waar ik in juni op vakantie was, maar waar ik vrij veel vogels heb kunnen filmen. En vandaag gaan we er twee nieuwe aan toevoegen. Dus laten we snel gaan kijken. Hier zien we een kuifleeuwerik zitten, maar we horen op de achtergrond veldleeuwerik zingen. Kuifleeuwerik broedt in Portugal en Spanje redelijk algemeen in droog, open laaglandgebied, landbouwgebied, maar houdt ook van stenige gebieden als steden. Komt algemeen voor in Zuid-Europa, het Middellandse Zeegebied. In Nederland heeft hij ook redelijk algemeen gebroed, maar daar is hij nu al enkele tientallen jaren heel zeldzaam tot uitgestorven. Hij is ongeveer zo groot als een veldleeuwerik en kenmerkend is het kuifje, wat hij nu een beetje plat houdt, maar die kan hij echt heel erg rechtop zetten, als een kakatoe bijna. En de forse snavel met de rechte ondersnavel is ook kenmerkend voor de kuifleeuwerik. Hier zien we een ooievaarsnest langs de weg, met daarin vogeltjes die daar naar binnen vliegen. En het is een beetje lawaaierig, dus ik heb het geluid wat moeten dempen, anders hoor je helemaal niks. Die ooievaarsnesten die zijn hier heel algemeen en die vogeltjes die erin vliegen en uitvliegen, dat zijn deze. Dat zijn Spaanse mussen. En dat vind ik een heel leuk vogeltje, juist omdat die heel graag in de nesten van ooievaars broedt. Ze zitten hieronder en aan de onderkant hebben ze hun nestjes zitten. En het is een in- en uitvlieger van je welste, echt een heel erg leuk gezicht. De Spaanse mus die komt niet alleen voor in Spanje en Portugal, ook in Zuidoost-Europa, waar het een trekvogel is. Hier in Spanje, Portugal is de standvogel. En je kunt hem vrij goed onderscheiden van de huismus door die roodbruine, egaalroodbruine kop. Dat kun je goed zien. Helder witte wangen, waar de huismus heeft meer grijze wangen. En je ziet een streepje, een wenkbrauwstreepje boven het oog. Ook dat is kenmerkend voor de Spaanse mus. Dat heeft de huismus niet en dat heeft ook de ringmus niet. Verder is hij heel donker van voren. Hij heeft echt een donkere zwarte bef. Dat loopt helemaal door, bijna zwart in antraciet in de borst en de buik. En ook op de rug, de mantel en delen van de vleugels, die zijn bijna zwartachtig. Dus daar kunnen we goed van onderscheiden van de huismus. Kijk, hier vliegt er eentje zo op. Het nest in, echt heel grappig gezicht. Het vrouwtje kun je niet onderscheiden, dat is echt heel moeilijk. Die lijken enorm op vrouwtjes van de huismus. Nou, dat was hem voor deze week. Tot de volgende keer. Dag, dag.